Hallo, het is weer tijd voor een nieuw filmpje. Dit keer gaan wij verder met Pixelmon, maar we gaan echt spelen. Ik ga niet alleen maar even kijken wat het is, ik ga gewoon beginnen. Ik ga een huis bouwen en ik ga kijken hoe ver ik kom. Ik ga misschien een half uurtje spelen, maximaal misschien iets minder. En ik heb de Pixelmon website er al bij. Ik zal hem even goed zetten. Ik zal ook een link er naartoe plaatsen in mijn beschrijving, zodat je hem zelf ook kan zien. En die site gebruik ik om de recepten voor de spullen te krijgen. Nou, daar zijn we dan. En net als de vorige keer zal ik eerst een Pokémon moeten kiezen. En de Pokémon die ik kies is eigenlijk altijd Charmander. Dus die klik ik aan. En nu ben ik bang. Nee, het gaat goed. Ik dacht even dat de app gecrashed was. Ik zit in de app. Als je naar mij kijkt, zie je dat ik misschien een rare skin heb. Maar dit is nog een skin uit een ander filmpje van me. En daar heb ik mijn Star Wars skin nog in. Misschien verander ik die later. Het is nu tijd om de spullen te krijgen. En het eerste wat ik dan doe is wat hout verzamelen. Want het hout heb ik natuurlijk nodig om een workbench te maken. En nou, even kijken. Zoals je ziet, ik ben nog niet echt bezig met het feit dat ik een Pokémon heb en alles en zo. Ik moet namelijk eerst gewoon even zorgen dat ik kan overleven. Zo, en daar hebben we deze voor nodig. En even kijken. Ik vind dit er eigenlijk wel leuk uitzien. Maar misschien zijn er wel betere plekken. Even een beetje rondkijken. Ik vind dit nou niet meteen de slimste plek om te gaan bouwen. Dus ik ga toch nog even doorzoeken. Het is wel leuk om te onthouden dat daar veel kool is, maar ik heb zo het idee dat in dit spel de spullen die je nodig hebt sowieso wel volledig goed genoeg op voorraad zijn. Dus kan ik beter een andere plek kiezen. Nou, hier zijn in ieder geval al Pokémon. En even kijken. Weet je wat, we gaan gewoon een huisje aan het strand maken. Ik heb geen idee of het een goede plek is, maar dat maakt helemaal niet uit, want het is Minecraft. Er zijn genoeg bomen en er zijn genoeg spullen, dus ik kan zo ergens anders een ander huisje bouwen. Maar ik begin hier. Zo, even kijken, wat een mooie plek. Zo, dat is één. En dan gaan we maar wat zand verzamelen. Dit is natuurlijk alleen maar handig voor de muren, want als ik het als dak wil gebruiken, dan zakt het in elkaar. En dat is natuurlijk niet super handig. Maar voor nu vind ik het wel leuk om te beginnen. Even kijken. Inventory. Oh. Dan gaan we 1, 2, 3, 4. Zo, dan kan ik even wat stokken maken. En met de stokken kunnen we natuurlijk de eerste pikhouwwiel maken. Ik maak meestal maar één houten pikhouwwiel. Even kijken, wil ik nog een hakbel? Ja, ik wil ook nog een hakbel. Schep maak ik eigenlijk ook niet echt vaak. Wat hoor ik om me heen? Oh, een Electrobus lijkt het wel op. Ik ga wat meer spulletjes verzamelen. Oh, ik zie daar een Pikachu. Zo, zand voor mijn huisje. Ik heb een beetje rondgelezen over het spel. Niet heel erg veel over hoe je het moet spelen. Maar als ik zo kijk, dan zit er echt enorm veel in. Ze hebben het heel erg groot gemaakt. Je kan Pokémon's kruisen. Je kan met gym battles doen en alles en zo. Dus het is best wel groot. Het is eigenlijk, zoals de makers zeggen, het Pokémon spel. Maar dan in Minecraft. Even kijken. Oeh.
Kijk, als ik die nou in Pokémon Go kon vinden, zou ik een stuk gelukkiger zijn. Maar ja, dit is Pixelmon en geen Pokémon Go. Ik vind het wel heel netjes gemaakt, want de Pokémon zijn gewoon goed te herkennen. En al zitten we in Minecraft, dus dat is wel heel bijzonder. Zo. Nog wat meer hout. Even kijken, hoe kom ik daar beneden zonder dood te gaan? Nou, dat is duidelijk een sparrow. Dat is een andere trainer. Ik hoop dat hij me een beetje met rust laat. Want ik heb nog geen zin om te vechten. Mijn Charmander is nog heel erg zwak. Kijk. Dit moeten we hebben. Zo. Dit is natuurlijk een beetje het begin van het spel, dus dat is natuurlijk wat saaier. Want ja, ik moet toch wel eerst echt een huis hebben voordat ik echt kan gaan beginnen en wat basisspullen. En misschien moet ik ook nog voor eten zorgen, zoals jullie kunnen zien. Dus dan ik heb eigenlijk nog geen idee hoe ik zelf aan eten kom. Ik vraag me af, ik ga toch niet de Pokémon moeten opeten? Dat lijkt me heel, heel naar. Misschien hebben ze eten wel uitgezet, ik hoop het. Want het moeten opeten van Pokémon vind ik toch een beetje een nare gedachte. Dan weet ik niet of dit het spel voor mij is. Kan je het je al voorstellen dat je Pikachu pakt en boven een pot houdt en er Pikachu soep van maakt? Dat lijkt mij toch niet ideaal. Het is misschien wel een hele goede manier om wraak te nemen op al die Pidgeys die al mijn ballen stelen in Pokémon Go. Zo, deze houten pickaxe houdt het nog best lang vol, vind ik. Een Pidgeotto, kijk. Ik vind het wel. Dit gaat natuurlijk veel beter met een schep, hè? Maar ik heb even geen zin om een schep te pakken. Als ik eerlijk ben, doe ik dit meestal met mijn vrouw samen. Gewoon dingen bouwen. Zo, ik moet het nu in mijn eentje doen, dus het is veel meer werk. Want met z'n twee gaat het natuurlijk veel sneller. Misschien doet zij ook mee in een volgende aflevering. En dan ben ik al wat verder in het spel. En dan heeft zij tenminste een beetje een basis om mee te beginnen. Maar dan kunnen we ook kijken hoe het vechten tussen twee trainers gaat. Tussen twee echte trainers en niet een computertrainer. Zo, op naar beneden weer. Kijk, een Bellsprout. Er zijn in ieder geval veel meer Pokémon in dit spel dan in Pokémon Go. Dus dat is ook grappig om te zien. Dus het vinden van Pokémon gaat niet het probleem zijn. Daar zijn we. 1, 2. Waar is mijn steen? Kijk. Zo. En, nou, oké, ik maak toch een schep. Dat gaat dan gewoon toch even wat sneller. Voor het verzamelen van de dirt. Even kijken. 5. Zo. En dit wordt een heel simpel huis. Niet super bijzonder, niet super mooi. Gewoon even een vierkantje, zodat ik een plek heb om naartoe te gaan. Ik heb ook gezien dat je computers en zo kan maken. Dus ik heb gewoon iets nodig waar ik mijn spulletjes in kwijt kan. Oh, kijk, dat is niet zo handig. Dat doe ik al niet zo slim. Kijk, ik heb nog 2 stukken zand, dus ik moet weer wat nieuw zand gaan halen. Maar ik heb nog wel gelukkig wat. Ik heb nog wel kool en zo, dus ik kan in ieder geval als het straks nodig is. Kijk, het gaat wel echt een stuk sneller. Als het nodig is, kan ik alvast wat torches en zo gaan maken.
Wat me eigenlijk opvalt dit keer, in vergelijking tot de vorige keer dat ik het speelde. De vorige keer dat ik het speelde was er heel veel muziek en die muziek klonk heel erg leuk. En in mijn microfoon, of in mijn koptelefoon, hoor ik eigenlijk helemaal niks. Ik hoor helemaal geen muziek. Vind ik wel een beetje jammer, want ik vond de muziek best sfeervol die erbij zat. Dus misschien heb ik het per ongeluk uitgezet in de settings. Of hebben ze nu gewoon zoiets van, nou, vandaag even niet. Maar Pixelmon heeft wel hele mooie muziek erin zitten. Dus het is, als je het aan hebt staan, dan klinkt het een stuk mooier en leuker. Het is een leuke extra in het spel. Volgens mij begint het donker te worden. Zouden alle Ghastlies en Gengars en zo naar buiten komen in de nacht? Ik weet het niet, ik merk het wel. Ik heb ook geen idee of de nacht gevaarlijker is. Oké, die dat is een sloop ook. We zijn er bijna. Ik heb denk ik nog lang niet genoeg spullen om het huis echt af te maken. Maar ja, het is even niet anders. Zo. Even kijken. Hoe doen we dat? Zo doen we dat. Als jullie het spel ook spelen, dan kan je natuurlijk in de comments zo meteen gewoon zeggen van hoe jullie het meestal aanpakken om te beginnen. Want ik doe maar wat. Ik doe eigenlijk gewoon nu net alsof het gewoon Minecraft is. En dan denk ik van, weet je, ik heb een huis nodig. En zo meteen heb ik niet alleen een huis nodig, maar ook een deur. En ook dan ga ik weer merken. Oh, dat klonk eng. Ik ga even weer wat. Nee, zo en zo. 12 torches gemaakt. En die stem klinkt best wel spooky die ik daar heb. Dus wat wij gaan doen is eventjes zo iets maken dat de enge Pokémon buiten houdt. Tentacruel, oké, die klinkt ook heel erg spooky. En ik blijf gewoon lekker even binnen. Zo. Ik weet niet of het nodig is. Ik merk wel dat er wel eten van afgaat. Dus ik ga toch wel iets als eten moeten zoeken. Ik hoop dat het me wel gaat lukken op tijd. Ik heb nu dit gemaakt. En een klein trucje wat ik van mijn zoon heb geleerd is het volgende. Is als ik een wooden plate maak, dan kan ik die op de grond zetten. En even kijken. Oh, dat is natuurlijk zo. La 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 la. Duurt eventjes. Maar ik had de volgorde verkeerd. Zo. Hop. En dan. Dan doen we het nog steeds fout. Zo. Even kijken. Doen we het dan zo? Ja, kijk, daar is hij. En als ik dan aankom lopen, gaat hij automatisch open en dicht. En dan kan ik zo doen en dan loop ik naar binnen. En dan gaat hij automatisch ook weer achter me dicht. Hartstikke handig, hoef ik er niet aan te denken, want ik laat altijd de deur open. En in het gewone Minecraft is dat natuurlijk wel gevaarlijk, want dan krijg je allemaal zombies naar binnen. En dat is niet de bedoeling. Zoals ik al zei, ik heb geen idee of er gevaren buiten zijn, dus we gaan gewoon lekker naar buiten toe. En we kijken wat er gebeurt. Ik ga bomen zoeken. En dan bedoel ik niet deze bomen, maar apricorn bomen. Ik had natuurlijk ook best wel een hakbel van steen kunnen maken, bedenk ik me net. Dan ging dit ook wat sneller.
Zo, wij lopen rond. Magikarp, die is wel heel leuk eigenlijk. Oh. Zo. La 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 la. Af en toe even een torch neerzetten. Kijken, wat gebeurt er nou als ik hier gewoon mee vecht op deze manier? Zo. Ah, dat kan niet. Dat scheelt weer. Je kan dus geen Pokémon aanvallen. Maar ik zal nog steeds wel iets als eten moeten vinden. We spelen al een kwartiertje. En in dat kwartier heb ik een huis kunnen bouwen. Een mini-huis kunnen bouwen. En ben ik nu aan het rondlopen. Op zoek naar Pokéballbomen. Want die ballen moet je zelf in elkaar zetten. Ah, een Magikarp. Super cool. Een van mijn favoriete Pokémon. Want hij lijkt zo nutteloos. Oh, kijk, aan de overkant zijn niet die bomen, maar het ziet er wel leuk uit. Hey, hier is een gebouw. En nu realiseerde ik me dat ik eigenlijk helemaal niet heb onthouden welke kant ik vandaan kom. Dus nu ben ik misschien mijn huis kwijt. Ik hoop het niet. Wat zou dit voor gebouw zijn? En ik zie daar een pokeballboom. Maar, oké, dit huis zweeft. Ik zie daar nog een pokeballboom, dus we gaan dat gewoon eerst even doen. Kijk. En ik ga even naar mijn inventory, want dan kan je het zien. Kijk, een green apricorn, die heb je nodig voor een bepaald soort pokeballs. Maar ik zoek nu eigenlijk wit en rood. En ik zag er net een boom. Hier, daar is een boom. Het lijkt een beetje op wit. Zo, dat is ook. En is het wit? Kijk, white apricorn. Hartstikke handig, want dat heb ik nodig. En daar is iemand. Ik ga gewoon... Ik zet hier gewoon een trappetje neer. Ik wil gewoon weten wat in dit huis is. Kijk, een terminal. Box 1. Hier kan je volgens mij jouw Pokémon in opslaan. Even kijken, dit ziet eruit als een ziekbed. Ah, wat heb ik gedaan? Ik heb geen idee wat ik heb gedaan. Volgens mij heb ik mijn Charmander in het ziekenhuis geplaatst en weer beter gemaakt. Niet dat hij ziek was, maar hey, je weet het nooit. Het zal vast handig en ergens goed voor zijn geweest. Het was gratis, dus ik klaag niet. Waar ik wel over klaag is dat ik nog steeds geen eten heb gevonden. En ik heb eigenlijk geen idee waar ik eten vandaan haal. Normaal zijn er gewoon dieren en een dier dan jaag je erop. En van het vlees kan je eten. Maar, oh kijk, hey, luister, ik hoor muziek. Ja, er is muziek. Even kijken. Hé, hey, Slowpoke, level 18, jij bent te hoog voor mij. Zie je, dit is toch fantastisch. Dit klinkt toch hartstikke mooi. Dit past hartstikke goed bij de wereld. Even kijken, waarom doe jij het niet? Zo. Met de rechtermuisknop kan je ze trouwens harvesten, zoals ze noemen. Dan kan je ze oogsten. Je kan ze ook omhakken. Dat werkt. Alleen als je ze omhakt, dan is de boom weg. En dan kan je er niks meer uit krijgen. Terwijl als je ze harvest, dus als je ze gewoon oogst met de rechtermuisknop en zoiets als ik nu in mijn handen heb, dan kan je er apricorns uit blijven halen. En om de zoveel tijd komen ze dan dus terug. En dat is natuurlijk een stuk handiger, want dan kan je ballen blijven maken. Dit is een level 7. Zullen we het gewoon proberen? We gaan het proberen. Mis. Is het gelukt? Nee, het is niet gelukt. Kom, waar ben je? Waar ben je heen? Een Caterpie. Oké, dat moet ook wel kunnen. Nee, niet weg. Ik zie hier allemaal hele... Level 9. Nee, kijk, dat is te hoog. Level 12 is ook te hoog. Ik moet zo'n niet-zeggend beestje hebben.
die wij gewoon kunnen aanvallen. Level 13. Nou kijk, hier komt de niets doorhebbende Caterpie. Ik moet die bal namelijk precies op hem gooien. Nee. Jij gaat niet weg. Kijk. En ik gooi mis. En ik gooi mis. Ik ben hier echt goed in. Kom op. Hè. Dat is hem. Wij gaan vechten met een Caterpie. En ik doe growl. Even kijken. Ik heb geen idee wat er gebeurt. Misschien is het een graphic glitch. Caterpie, I use tackle. Even kijken. Ik wil vechten. Scratch. Gebeurt er iets? Oké, nog een keer vechten. Scratch. Ik ga dit misschien gewoon verliezen. Kan je voorstellen dat Charmander gewoon van een Caterpie verliest? Nee, ik win. Ik ben aan het winnen. Ja. En het leuke is, ik kan ook meteen dit gebouw in om hem te healen. Yes. Ik heb 2 strings gekregen. En mijn Charmander is meteen sterker geworden. Oké dan. Helemaal top. Nou, dat was de eerste gym battle. Zag er niet fantastisch uit omdat er iets met het beeld fout ging. Maar ik heb hem wel gewonnen. Kijk, en ik denk dat als ik nu dit doe. Kijk, iets gebeurt er met die bal. 10-22 is mijn health. En hij is nu weer 22-22. Klaar voor de strijd. Charmander is er helemaal klaar voor. Even kijken, welk level? 13, ja. Nee, daar blijf ik lekker bij weg. Ik zoek weer makkelijke tegenstanders. Een beetje hoger. De Caterpie was level 6, ik was level 5. Dat ging goed. Kijk, die lieve heersbeestjes, die zien er wel zo leuk uit. Maar volgens mij... Oh, kijk. Oh, dit ziet er al beter uit. Vechten. Growl, want dan wordt hij zijn aanval wordt minder. Dat is niet heel erg handig, hè? Charmander die in het water staat. Daar kan hij niet zo goed tegen. Scratch. We gaan nu gewoon scratchen. Ga ik dit winnen? Nou, hij is wel lager dan ik ben, dus ik denk dat ik het vast wel ga winnen. En... Zoals ik zeg, ik heb... Ja, dit wordt easy. Huppla. En misschien krijg ik ook wel... Ja, ik weet niet, ik krijg geen vlees of zo erbij. Dus dat is wel problematisch, want er is al 3 eten van mij af. Dus misschien moet ik gewoon ergens een appelboom of zo zien te vinden. Zo. Het voelt bijna als vals spelen zo dicht bij deze gym, bij deze, het ziekenhuis te vechten. Een pokéstop. Oh kijk, dit is te makkelijk om te laten gaan. Hopla. Mis. Ah. Mis. Nou, het gooien op zo'n Caterpie is een spel op zich. Ah, kijk, gelukt. Fight. Ik ga Ember gebruiken. Vuur op een Caterpie. Dat critical hit, super effective. Caterpie fainted. Hupla. Daar gaan we. Heeft me niks gekost. Even kijken. Nou, deze is nog niet helemaal... in orde. Het is eigenlijk toch wel leuk. Het is een beetje verslavend zo, dat vechten met ze. Ze dus willen toch meer Pokémon. Maar voor meer Pokémon heb ik ook gewoon rode... Oeh. Snivy. Kijk. Daar. Heel cool. Dan heb ik toch ook gewoon meer van dat soort bomen nodig. En ik heb dan de rode nodig, want er zijn verschillende ballen. Zal ik eens kijken of ik deze level... op je hoofd. Kijk. Fight. Ember. Vechten. Scratch. Oh, wauw. Dat is niet goed. Fight. Growl. Dan wordt hij wat langzamer. En ik ga vechten en ik doe Ember. Gebraden Pidgey. Ja, iets. Fight. Ember. Ja, dat is niet echt heel spannend. Oei.
Ja, nee. Oké, ik heb verloren. Heel vervelend. Een level 8 Pidgey was geen goed plan. Maar nog steeds, kijk eens waar ik ben. Ik ben gewoon hier. En zolang ik dit gewoon kan doen, vind ik het niet erg. Zo, weer naar buiten. Want ik was met een missie bezig. Ik was op zoek naar meer pokeballs en naar eten. En ik zie dat ik al 26 minuten bezig ben. Dus ik wil toch wel graag eten vinden voordat ik stop. We hebben in ieder geval kunnen vechten. Dat is stap 1. Maar als ik nou een pokeball kan bouwen, dan is er toch even wat extra's voor dit filmpje nog. En het is natuurlijk zo vaak... Oh, kijk hier. Dat is in ieder geval een blauw. Hoe vaker je dit speelt, hoe... Ah, dat was niet handig. Hoe vaker je dit speelt, hoe sneller je waarschijnlijk op gang kan komen. Maar dit is voor mij de tweede keer. Kijk, Pikachu. Welk level 20 Pikachu? Daar blijf ik lekker vanaf. Want dat kan ik nog niet aan. Ik heb zo'n idee dat ik gewoon naar die andere plekken moet, want... Mijn zoontje die speelt het ook al en die had echt al van alles gebouwd. En in mijn vorige spel kon je zien dat ik niet superveel van die bomen had. Maar ik had wel heel veel andere dingen. En die andere dingen dat waren thunderstones en dat soort dingetjes die overal groeiden. Dus dat zou wel handig zijn als ik het hier ook gewoon van... Oh, wauw. Dat verdween zomaar. Volgens mij was het een abra. Iets wat ik in dit spel nog niet heb gedaan, wat ik normaal eigenlijk wel altijd doe, is ik heb in dit spel geen hele hoge pilaar gebouwd bij mijn huis. En dan denk je, waarom bouw je nou een hele hoge pilaar bij jouw huis? Nou, dat doe ik om mijn woning elke keer terug te kunnen vinden. Want, zoals je ziet, loop ik overal maar heen en ik gok erop dat mijn woning daar ergens is. Maar dat weet ik niet zeker. Weet je wat, we nemen een duik. Wee, plons. Tentacool. Ja, tentacool. Ik ga weg bij jou, tentacool. Dit lopen is hartstikke leuk hoor, maar zolang ik geen eten heb, is het een beetje lastig. Ik zie daar een rode boom en die rode boom wil ik hebben. Ik heb hem nu trouwens geïnstalleerd zonder mods of aanpassingen of... Iets dan ook, want dat is even wat makkelijker. En dit kan ik dan nog elke keer goed blijven spelen. Er is een Optifine aanpassing. En dan ziet het er echt veel mooier uit. Het water glanst heel mooi en reflecteert en van alles en zo. Maar kijk, ik heb nu weer rode apricorns. Even kijken. Is er nog wat meer? Ah, oh, daar is Bulbasaur. Hoe sterk ben jij? Level 12. Ja, nee, jou kan ik niet vangen. Ja, Bulba, ik hoor je. Ik hoor je, Bulbasaur. Ik wil je heel graag hebben. Ik vind de generatie 1 Pokémon's, dus het is Bulbasaur en Squirtle. Kijk, ga jij ook nu weer verdwijnen? Ja, Kadabra. Abracadabra. Nou, je kan hem niet slaan. Oh, kijk, dat is eten. Tenminste, in... Zo. Even kijken. Zie ik nog ergens iets anders dat op eten lijkt? Niet echt, hè? Ik zie een hele maffe boom daar. Nou, het wordt weer tijd om in ieder geval even richting het huis te gaan. Kijken of ik deze mushrooms, of ik daar iets mee kan koken. Als ik... Langs het water ga, dan weet ik dat ik bij mijn huis terechtkom, want ik had een strandhuis gemaakt. Dat is een hele mooie Pokémon, dat is een eenhoorn. Zie je dat? Die daar onder mijn kruisje, van het midden van mijn scherm. Ik heb geen idee wat die is. Ik ken ze niet allemaal uit mijn hoofd. Ja, ik ga terug naar huis. Kijk. Die staat er wel heel... Charmander! Ik ren. Ik kan niet weggaan. Ah! Ik word aangevallen door een level 47.
Oké, nou weet je wat? Charmander! Nou, ik zou het wel fijn vinden als hij. Charmander! Als hij gewoon van me wint. Want dit slaat natuurlijk helemaal nergens op. Ah, kijk. Ik ben ontsnapt. Heel mooi. Dit is een level 45. Ja, maar level 45 wat? Wat ben je? Ik denk dat hij een beetje in de war is. Nou ja, succes ermee. Ik bedoel, het is leuk dat je zo naar het water staart. Maar ik ga door. Ik ga mijn huis zoeken. Slowbro. Kijk, dat is een andere trainer. Daar kan ik ook mee vechten als ik een pokebal tegen zijn hoofd aan gooi. Ik zou het zelf ook niet zo leuk vinden. Ik zou dan ook boos worden en willen vechten. Maar weet je, het is toch een beetje raar als een wildvreemd persoon naar je toe komt en een pokebal tegen je hoofd aan gooit. Dan zou ik toch ook niet echt heel erg blij zijn. Ah! Charmander! Ja, ik heb Charmander escaped. Nou, dus net als in het echte spel kan je dus gewoon aangevallen worden door wilde Pokémon. Dat kan natuurlijk niet in Pokémon Go. Daar moet je het allemaal zelf doen. Maar hier kan het wel. Zo. Plok. Ja, dat is niet heel erg handig wat ik doe. Ik hoor mijn Magikarps. Kijk, daarachter is mijn huis. Oké, het is al 32 minuten. Ik ga echt naar huis toe lopen. En ik ga kijken of ik iets met die champignonnetjes kan maken. Ik denk het niet, want daar heb ik volgens mij bols en weet ik veel wat voor soort dingen voor nodig. En ik ken die recepten even niet uit mijn hoofd. Maar als ik thuis ben, dan. Dan kan ik gewoon rustig. Doodgaan, om het zo te zeggen. En dan kom ik weer in de buurt van mijn. Dan spawn ik weer in de buurt van mijn huis. En dan gaan we gewoon weer verder. Dan liggen mijn spullen ook nog gewoon op de juiste plek. Dan ben ik niet in het midden van nergens. Zo. Ik hoop dat dit de weg naar mijn huis is. Dat zeg ik wel zo leuk, maar. Je weet het natuurlijk niet. Kijk, daar is een steen, die komt me bekend voor. Kijk, dat vind ik altijd zo leuk van die Pokémon. Ze hebben altijd zulke grappige namen. Je hebt Abra en die evolved in Kadabra. En dan heb je natuurlijk nog Alakazam. En dat is, dan heb je de goochelspreuk, abracadabra, Alakazam. En Eskans, dat is natuurlijk gewoon Snake achterstevoren. En dan heb je Arbok. Nou, dat is Cobra achterstevoren, want het is ook een Cobra. Dit gaat niet heel goed. Ik heb zo'n idee dat ik daarheen moet, nog meer. Ik weet het niet zeker. Nou, zoals jullie kunnen zien, kan ik best wel wat Pixelmon tips gebruiken. En als je ze hebt. Ik heb de recept al. Oh, ja, kijk. Daar gaan we al. Mijn eten is op. Zal ik eens kijken of er wat gebeurt als ik een mushroom. Ja, ik denk niet dat ik het kan eten. Maar misschien moet ik gewoon een green apricorn. Misschien kan ik dat eten. Nee. En die. Nee, die kan ik ook niet eten. Nou, dat wordt een. Kijk, daar is mijn huis. Zie je dat? Dat mooie licht wat ik had gedaan. Dat was heel erg handig. Dan kan ik de weg terugvinden. Ja. Yeah. Charmander! Run. Nou ja, ik kan nu natuurlijk nu wel zo al die mooie spullen pakken. Maar ik ben zo meteen gewoon. Cassie. Weilen. Het houdt gewoon op. Nog twee tikjes en het is over. Nou, ik ga hiermee even wachten. En als ik dan over dit eiland ga, dan kom ik eigenlijk mijn spullen terug.
Even kijken, wanneer komt die laatste tik? Er komt geen laatste tik. Oké. Ja, nu ga ik natuurlijk dood in het water. En dan heb ik helemaal niks aan. Even kijken, wat gaat er nou gebeuren? Dit is bijzonder. Nou, ga ik dan dood op het eiland? Ook niet. Hey, Geodude. Ook heel cool. Goldine. Ook een leuke. Trio. Hey, Duck Trio. Ook cool. Nou, heb ik wat suikerriet. Sandshrew. Tenminste, denk ik. Ja, kijk, Sandshrew. Een level 25 manneke met een masker. Nou, dan staat het toch niet zo. Oh, dat is helemaal niet mijn huis. Dat is gewoon een dorp. Duck Trio. Nou, ik ben dus helemaal verkeerd gelopen. Ik dacht dat het mijn huis was. Oh, rennen. Nou ja, het scheelt. Ik ben in ieder geval niet dood. Even kijken. Nou, dan gaan we gewoon terug. Want ik dacht toch dat ik daar was. Golbat. Ja, ze hebben de Pokémon wel heel mooi gemaakt. Het wordt... daar was het koud. Ik zie daar nog meer Geodudes. Nou, en dit is dus waarom ik altijd een hele hoge pilaar maak om mijn huis te kunnen vinden. Want ik ben absoluut de weg kwijt. Hier zag ik nog zo'n boom. Ah, kijk, daar is de muziek weer. Die miste ik al. Misschien helpt de muziek mij om mijn huis terug te vinden. Een level 7 en een level 10. Oh, de zwarte apricorn. Abracadabra. Ah, kijk, hier is nog meer strand. Strand is goed. Ik woonde aan het strand. Nou, misschien is gewoon zomaar rond. Oh, kijk, ik heb... weet je, misschien is het gewoon tijd om ergens anders te gaan wonen. Want ik zie in één keer allemaal veel mooiere plekken om te gaan wonen. Ik zie daar gewoon een dorp. En dat vind ik eigenlijk veel leuker om te gaan wonen dan in the middle of nowhere. Als ik gewoon daar bij die mensen ga wonen, is het een stuk gezelliger. Wij gaan gewoon ergens anders wonen. We verhuizen. Het is besloten. Ik pak even wat zand. En dan ga ik in een zandhut. Ah! Door wat? Nee, ik ga echt niet met een level 49 vechten. Het ziet er naar uit dat ik niet dood kan gaan. En dan zal je natuurlijk zien dat nu ik dit heb gezegd, ik over 5 seconden het loodje leg. Maar, wat is hier allemaal, joh? Dit ziet er heel cool uit. Ik heb geen idee wat het allemaal is. Maar dat is goed materiaal voor een volgend filmpje. Kijk, ze hebben hier ook allemaal gewassen die ik kan stelen. Ik bedoel, lenen. Ik kan deze gewassen lenen, want ik zal het natuurlijk gewoon terugplanten. nou, ik zie allemaal mensen in het dorp. Ik zie hier een bibliotheek. Nou, shopkeeper, wat kan ik bij jou kopen? Ik kan een earthquake, een flink giga impact. Nou, dat is cool. Ik heb geld nodig, ik heb geen geld. Dus dat gaat het niet worden. Even kijken. Nou, ik ga stoppen. Dit was mijn eerste rondtocht in de Pixelmon-wereld. Ik heb een dorp gevonden. Met allemaal mensen en spullen. En ik heb hier een of ander heel groot ding gevonden. Ik hoop dat hier eigenlijk ook zo'n ziekenhuis is. Waar ik mijn Pokémon beter kan maken. Maar wat is dit? Zou dit een gym zijn? Ah! Oké.
Je kan... Nou, dat was fijn. Dat was al, waren al mijn spullen. Die ik had. Nou, we zijn weer terug bij af, mensen. Het is leuk, het was gezellig. Leuk spel. Ik heb wel mijn huis gevonden. Maar dat was het eigenlijk ook. Nou, top. Dat is steen. Hoe kom ik hier uit? Het is ook een manier om je spullen te vinden. Ik weet niet of dit de manier was die ik voor ogen had. Nou, ik ben weer bij mijn huis. Ik heb helemaal niks overgehouden aan mijn speurtocht. Ik heb een mysterieus dorp gevonden. En, nou, dat was het. Ik ga even naar binnen en ik ga uithuilen. Dat ik, even kijken, 42 minuten in het spel eigenlijk precies weer ben waar ik was begonnen. En het enige wat ik aan over heb gehouden is een klein huisje en een... En wat toortjes. Nou, tot de volgende keer. Bij mijn tweede poging om in Pixelmon iets meer voor elkaar te krijgen dan nu. Zoals ik zeg, geef me tips. Laat ze achter in de comments en ik ga er wel wat mee doen. Ik heb de recipes. Maar ja, dan moet ik natuurlijk wel genoeg apricorns kunnen vinden en niet doodgaan. Dus als jij weet hoe ik moet eten en waar ik mijn eten vandaan kan halen, laat het me weten in de comments. En dan noem ik je misschien ook nog wel in het filmpje als ik je tip heb gebruikt. Tot de volgende keer voor meer Pixelmon.